enthousiast of niet? En voor deze grote finale waren jullie een week lang maar liefst in Kiev. Hoe was het? Heel erg leuk. Het was echt heel leuk. Echt een hele leuke ervaring. Ja. Rosanne, wat hebben jullie allemaal gedaan daar? Nou, we hebben heel veel vrienden gemaakt. En we hebben... Wie dan? Wie dan? Nou, eigenlijk wel met alle landen. Alle kandidaten, maar het zijn concurrenten, hè? Ja, nou, ze voelden niet voor ons. Vond het alleen maar leuk dat we daar naartoe mochten. En hoe zat het met de taalbarrière dan, Mylène? Want jullie spreken allemaal een andere taal. Ja, we hebben gewoon een beetje Engels proberen te spreken. Lukte dat een beetje? Ja, ja, Rosanne deed maar het woord, want ik ben er niet zo goed in. En Rosanne, ja, sorry dat ik die kant op kijk. We hebben altijd een cameraman die een beetje hard lacht. Kunnen we hem even zien? Ja. En een applaus ook voor de goedlachse cameraman, alsjeblieft. En Rosanne, de dag van de finale, hoe zag die eruit? Ja, het was best wel... We waren niet echt zenuwachtig. We hebben gewoon wel goed geoefend. En we hebben nog wel gerepeteerd. We hebben diezelfde dag nog even geskypt met jullie. Jullie zeiden toen niet heel zenuwachtig te zijn. Nee. Hoe zat het net voordat jullie op moesten? Ja, nou, wel een beetje spanning, maar geen zenuwen of zo. Ik was wel een beetje zenuwachtig. Wel een beetje zenuwachtig. Ja. Nou, die grote finale was natuurlijk voor jullie fantastisch. Helaas niet gewonnen, maar wat nu? Nou, we gaan misschien nog wel een nieuwe single zo opnemen. Oké, maar goed, dus, dat is allemaal nog een beetje de vraag of dat allemaal doorgaat. Ja. Wat we wel van jullie weten en nog steeds kennen is het nummer Double Me. En daar gaan jullie mee optreden. Ga lekker klaarstaan en doe een applaus, een hard applaus voor de twee dames, Mylène en Rosanne met Double Me. Double me, double you, is it me or is it you? Mirror, mirror in the frame, we are just the same. Double me, double you, is it me or is it you? Mirror, mirror in the frame, we are just the same. Yeah. Spiegelbeeld, je bent een spiegelbeeld. Als ik naar je kijk, dan zie ik dat je op mij lijkt. Spiegelbeeld, ja, dit is super chill. Want we zijn een tweeling, maar er is er een verschil. Vanaf dat we geboren zijn, is het één groot feest. En het is niet eens te zien wie het eerste is geweest. Als twee druppels water en met hetzelfde haar, houdt u op school ons nog steeds niet uit elkaar. En dat is soms heel handig, want heb ik een big day, dan ruilen we gewoon van klas. Daar zit ik echt niet mee. Spiegelbeeld, je bent een spiegelbeeld. Als ik naar je kijk, dan zie ik dat je op mij lijkt. Spiegelbeeld, ja, dit is super chill. Want we zijn een tweeling, maar toch is er een verschil. Spiegelbeeld, je bent een spiegelbeeld. Als ik naar je kijk, dan zie ik dat je op mij lijkt. Spiegelbeeld, maar met een eigen deel. Ja, we zijn een tweeling, dus zoek maar een verschil. Double me, double you, is it me or is it you? Mirror, mirror in the frame, we are just the same. Samen op een kamer, dat lijkt toch ideaal. Maar jij houdt het graag netjes, waar ik dan weer van baal. En is de kamer opgeruimd, drink ik een kopje thee. Kom jij weer met je klerenzooi, daar zit ik dan wel mee. Maar alles bij elkaar is er ook heel veel gemeen. Als eentje van een tweeling, ben je never nooit alleen. Spiegelbeeld, je bent een spiegelbeeld. Als ik naar je kijk, dan zie ik dat je op mij lijkt. Spiegelbeeld, ja, dit is super chill. Want we zijn een tweeling, maar toch is er een verschil. Mylène en Rosanne met Double Me, dames. Ik ga je klaarmaken, want jullie gaan samen...